Hallo allemaal. Nou, ik wacht even totdat mensen ook binnen zijn. Ik hoop dat iedereen er zin in. Kijk, zie je dat de eerste mensen komen. Allemaal welkom. Als we ongeveer op 100 zijn, dan zal ik rustig beginnen met mijn verhaal. Dan kunnen de andere mensen gewoon rustig en wel instromen. Kijk, zie dat er al veel animo is. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Wat wij vandaag gaan doen is voornamelijk veel dingen op basis van het eigen lichaam. Ik heb zelf redelijk wat trainingsmateriaal hier in huis. Maar ik snap ook heel goed als je dat thuis niet hebt. Dus dan moeten we goed kijken naar de alternatieven. Ik zou zeggen, laten we gewoon lekker beginnen. Ik zet zo meteen even muziekje op. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik in ieder geval wel. We gaan zo meteen de warming-up even beginnen met drie verschillende oefeningetjes. Vooral even dingen voor core stabiliteit. Ik wil de schouders goed warm maken. De billen, de bilspier willen we activeren. En even die hartslag iets omhoog krijgen. Normaal doen we natuurlijk al een stukje cardio, dat hebben we nu niet. Maar daar gaan we even walking lunges voor doen. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. Let's do this! Nou, waar we dus eerst mee gaan starten zijn gewoon even simpele walking lunges. Doe ze gewoon even heen en weer die kant op. Handen doen we achter het hoofd, trotse houding, borst mooi openen en lopen we even heen en weer. Oké, let's go. Yes, kijk en laat je ruimte bijvoorbeeld niet toe, dan kun je ze ook gewoon op zijn plaats doen. Achterwaarts, om en om, dat je gewoon even lekker in dat tempo komt. Volgende is een plank variant. Vind je de plank nou moeilijk, dan kun je sowieso gewoon even een gewone plank doen op de knieën. Ikzelf wil een stukje stabiliteit er ook in meenemen, dus ik ga om en wel mijn schouders aantikken. Lukt dat, doe er lekker in mee, anders gewoon even gewoon plank, ofwel gewoon de ellebogen of op de handen. Wij gaan vanuit deze positie werken. Dus vanuit hier binnen goed aanspannen, core. Je tikt om en om, schouders aan, goed je gewicht naar je ene hand verplaatsen. Tikt weer aan. Zet er vier stuks, lekker volhouden. 6. Nice. Wat we nu gaan doen is even een stukje mobiliteitswerk. Dus kom mooi zitten. We gaan een squat houding aannemen. We gaan zo meteen diverse squat bewegingen ook doen. Wat je doet, we gaan eerst vanuit die hamstring werken. We willen even die stretch mee pakken. Dus je buigt mooi, rustig naar voren. Laat je hangen zo ver als je kunt gaan. Kijk vanuit hier mooi in de squatpositie. Rug recht, borst omhoog. Als je hier zit, is niet erg. Ga zo diep als je kan. En vanuit hier arm recht omhoog, zijwaarts strekken. Dus niet naar achter zwaaien, recht boven je schouder blijven. En kijk je handen naar. Dan terug, naar de andere kant. Zie dat ik recht boven mijn schouder blijf in die lijn. Dan weer de andere kant. Blijf je tenen goed door de grond duwen. Mooi open. Komt de hartslag al lekker omhoog bij jullie mensen? Bij mij in ieder geval wel. Dus laten we lekker op die manier doorgaan. Ik zie even wat technisch dat mijn batterij wel heel snel leeg trekt. Ok.
Ja, komen er wel. Zo. Oké. Doet het nu weer goed? Nou, ik had wat problemen, zag ik dat de batterij ging in één keer van 50 naar 10%. Dus die heb dus telkens vast. Ik hoop dat de verbinding nu weer goed is. Ja, check. Zie een duimpje omhoog. Oké, duimpjes omhoog. Nou, hoop dat hij nu goed blijft. We gaan hetzelfde rondje in ieder geval weer eventjes doen. Dus doen we even de walking lunges. Shoulder taps in de plank of de gewone plank. En daarna even de mobiliteit voor de bovenrug. Oké, let's go. Gaan weer. Dus mooi rechtop te blijven. Knieën mooi naar buiten pushen. En neem vooral je tijd. Het hoeft niet snel. Controle willen we. Dus wees in beheersing van je eigen lijf. Yes, oké, heel nice. Gaan we gelijk door in die plankpositie, hartslag is hoog, dus we willen lekker blijven triggeren. Dan doen we weer 12 stuks. Dus 1, 2, 4. En anders hou je lekker die plankpositie vast, terwijl we tikken. Dus 10. 12, yes. Was hem ook voor de plank? Gaan we gelijk even werken met de mobiliteit. Ga je benen strek, buik naar voren, zover als je kunt gaan. Als je niet meer helemaal op de grond komt, is niet erg. Zet hem mooi diep in de squat, borst omhoog. En open hem maar. Dat is 1. Zet je hand weer terug. En openen. Je ziet, ik zet mijn hand naast mijn knie. Op het moment dat ik open, push ik met deze hand naar buiten. Ik heb echt helemaal die stretchbuik ook in mijn bovenrug. Plaats je hand op de grond, push me tegen de linkerknie. Rechtarm over het hoofd. Dan voel je mooi die stretch komen in je heup en in die bovenrug. Yes. Oké, hoe gaan deze oefeningen? Yes, nou, ik zie weer duimpjes. Ik zal zorgen dat ik hardop blijf tellen. Gaan we op die manier in ieder geval lekker verder. Laatste rondje nu. En daarna gaan we echt de workout starten. Oké, let's go. 1, 2, 3, 4, 5 en 6, draai om, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Ik hoop dat het rondje bij iedereen ook weer lekker ging. Gaan we nu even door die plank. Dus 1. Dus 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Top. Oké, pak nog even die mobiliteit erbij. Lekker die stretch opzoeken. Ga ik in de squat. Dan weer
2. Is 3. 4. Mooi, 6 weer pakken. 5. En laatste. 6. Oké. Zijn we al een beetje warm? Als je vraagt hoe lang de workout duurt, nou, we vanwege Instagram Live kunnen we maximaal een uurtje. Dus ik zet hem in op 55 minuten, zodat we zeker binnen die tijd blijven. Dus daar kunnen we ongeveer vanuit gaan. We zijn nu een kwartiertje onderweg, ietsje korter, we zijn iets na 11 gestart. Om lekker tot 12 uur te kunnen pushen. Dus ik zou zeggen, laten we lekker van start gaan. Eerste rondje wat ik ga doen. Voor een rondje van 3 oefeningen. Eigen stukje eerst ademhaling. Je hoort al, mijn ademhaling is ook omhoog. Dus die hartslag is lekker hoog. En van daaruit willen we dus het lichaam mooi triggeren. Je traint vanuit thuis, dus het maximaal gewicht wat je kunt gebruiken ligt daarbij wat lager. Maar dat wil je dus zo goed mogelijk en zo zwaar mogelijk maken voor jezelf. Hoe ik dat ga doen is voornamelijk door even een stukje voor te vermoeien. Dus we gaan zo meteen eigenlijk een squat hold doen, maar dan tegen de muur, waarbij die bovenbenen even flink moeten triggeren. Daarna gaan we weer de gewone squat doen, een goblet squat, ik laat de varianten daarvan zien. En dan sluiten we af met de hip thrust. Dus heb je die mogelijkheden, doe het dan vooral. Moet je hem vanaf de grond doen, dus heb je geen bank, kun je ook gewoon een glute bridge doen. Ga in ieder geval lekker gecontroleerde tempo's werken. En daarmee dus zorgen dat het lichaam hard aan het werk moet zetten. Ik doe de 3 rondjes door elkaar heen. Dus achter elkaar door. Korte rust daartussen. En daarna nemen we even wat langer rust. Dan heb ik ook even de tijd om aandacht te geven aan eventuele vragen. Zodat je dat ook mee kunt nemen voor de volgende rondjes. En dat houdt voor mij ook de focus het beste. Dus dat ik goed jullie de aandacht kan geven. En tevens dat we gewoon lekker workout hebben. Dus let's go. Ready? Wat ik zelf dus al ga doen om die wall sit even ietsje meer te triggeren, zal ik dus een dumbbell erbij pakken. Heb je een dumbbell of heb je een kettlebell, pak die er lekker bij. Zo niet, zonder gewicht is het ook gewoon helemaal prima. Ik zal het even laten zien, je houding, waar je dan op wil letten. Belangrijkste dan is dat je je armen netjes langs je zij laat hangen. Dus niet dat je op je bovenbeen gaat steunen, maar je laat ze langs je zij hangen. Heb je dus een gewichtje? Wil je het ook iets zwaarder maken? Pak die mooi erbij, elleboog naar binnen. Dan ga je 90 graden op zitten. Dan houden we ongeveer 30 tellen vast. Dus hou vol, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, nog 10 tellen, kom aan, hou hem vol, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, oké, leg het gewicht neer. Handen tegen de muur, stap rustig bij. Altijd goed uit die houding komen, zeker als je benen vermoeid zijn. Nou, neem dus kort rust. Dat betekent eigenlijk maar een paar tellen. Aan een paar keer goed diep in via de neus. Uit via de mond, nog een keer. Oké. Wat we gaan doen is gewoon een goblet squat. Dus je kan het doen met een dumbbell bij je. Ik heb bij wijze van spreken een kratje, lekker van de hamsterbeek natuurlijk. Kun je ook boven je hoofd houden. Wees lekker creatief, pak desnoods de rugzak, hou die bij je. Het idee is gewoon even 10 squats. Squat mooi naar beneden, houd even die positie vast. En op. Gaan het in. Houd hem vast. Dat is 2, doe de 10, come on.
3. Vier. Vijf. Als je goed die voeten in de grond blijft duwen, knijp naar de boven en binnen. Zes. Zeven. Acht. Negen. Laatste. Mooi controleerd, diep zakken. Is 10. Nice. Lekker bezig allemaal. Nou, de volgende waar we dus dit rondje mee eindigen, dat is de hip thrust. Ik kan hem hier gewoon even op het randje van mijn bank doen. Heb je die ruimte niet, doe hem dus gewoon vanaf de grond. Het belangrijkste punt bij de hip thrust is altijd, welke positie dan ook, enkels onder de knieën. Die positie wil je vasthouden. Die enkels onder je knieën, push hem omhoog. Zodat niet te ver weg zijn, niet te dichtbij. Push en we houden het vast. En we zakken weer. Dat is 2. Dan doen we 10. Dat is 3. Goed die korpsspanning. Gaat dus niet uit je rug werken. Kant er mooi mee. En push. Dat is 4. Dat is 5. 6. Heeft het al een beetje zwaar? 7. 8. 9. Goed vanuit je hakken duwen voornamelijk. 10. Nice. Dat is ronde 1. Nog 10 te gaan. Nee, grapje hoor. Nog 2. Oké. Neem nu dus even rust. Zijn er voornamelijk vragen? Ik zie vooral veel duimpjes, dat mensen het warm hebben en dat het helemaal top is. Nou, dat hoor ik graag. Zijn er voornamelijk ook nog vragen, technische dingetjes, wat je net lastig vond het eerste rondje, waar je eventjes niet uitkwam? Waarom we een krat gebruiken? Nou, je mag ook gewoon dumbbells gebruiken of een kettlebell. Ik gaf gewoon een voorbeeld. Niet iedereen heeft helaas kettlebells of dumbbells thuis. Dus dan moet je soms even een beetje creatief zijn. Pak gewoon alles inderdaad wat je voor mogelijk hebt. Wees vooral lekker creatief inderdaad. Je kunt er zeker met die hip thrust een dumbbell erbij gebruiken om hem zwaarder te maken. Het idee is alleen niet voornamelijk het zo zwaar mogelijk. Het is de derde oefening in het rondje. Je bent al wat vermoeid. Dus vooral heel erg focussen op de controle houden in de beweging. Ga je door het extra gewicht controle verliezen, dan is dat het niet waard. Maar daag jezelf zeker lekker uit. Bij de squat mogen zeker je tenen wat naar buiten gericht staan. Dat is wel gewoon heel erg persoonsgebonden. Ikzelf moet bij wijze van spreken juist echt wat wijder staan. Ik heb mensen die moeten echt zo wijd staan en ook mensen die gewoon zo kunnen squatten. Heeft echt met je eigen anatomie te maken. Dat bepaalt ook je tenenpositie. Belangrijkste cues. Goed je voeten in de grond duwen, een beetje schroeven vanuit je voeten, dat je echt druk naar buiten voelt, heel goed spanning is en dat de knieën in lijn blijven met je kleine tenen. Kijk, iemand gebruikt bijvoorbeeld een reiszak, nou dat is toch geweldig. Kijk, dat is gewoon wat ik leuk vind vanuit home, je moet lekker creatief zijn, pak wat je pakken kan. En nou kom, gaan we lekker met ons tweede rondje even beginnen. Let's go! Vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Zit op 10, come on. Gaat lekker. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maar laatste 10 seconden. Mijn been trillen ook, hoort er allemaal bij. Come on. 26, 27, 28. 29, 30. Leg de dumbbell rustig neer. Hand tegen de muur. En kom weer naar voren. En ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar mijn benen die trillen wel. Dat is het leuke. Ik merk altijd dat ik best wel
krachtig en explosief ben, maar als het aankomt op duurconditie, dan ben ik gewoon een watje. maar goed, juist leuk om jezelf dan extra uit te dagen en te triggeren. Voor nu ook weer, ik had net een krat vast, nu pakken we gewoon lekker de dumbbell. Heb je twee lichte dumbbells, kan je ze ook allebei hier houden. Hij is gewoon rustig, rustig op je schouders. So let's go. 1. Dus blijf omhoog pushen, knijp dan in het pink. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laatste. 10. Nice. Lekker bezig. Net vroeg dus iemand. En je kan ook een dumbbell gebruiken met die hip thrust. Sommige mensen hebben denk ik ook mini bands. Ik heb zelf dus zo'n booty band. Ja, wie wil nog geen booty gains? Die plaats nu even onder bovenbenen. Dat is goed focus op de knieën naar buiten gepusht houden. Gaan we 10 stuks. 1. Controle. 2. 3. Haal je handen gewoon op de borst. 4. 5. 6. 7. Goed, blijf vastknijpen. 8. Mijn controle en spanning. 9. Voel echt je bilspierwerk doen. Laatste. 10. Oké. Lekker, rondje 2 alweer. Oh. Nou, ik krijg het echt wel warm hoor, ik weet niet. Ik zweem helemaal de beurs. Oh, eens even kijken hoor, wat heeft iedereen weer lopen vertellen. Weinig vragen. Ja, een paar pakken wc-papier kan ook. Als je die nog hebt kunnen vinden in de schappen, want holy moly. Daar gingen mensen echt even helemaal los op. Ik zag ze voor 100 euro op marktplaats staan. Ja, wat gek te vergeeft hè. Hoe het best op de grond te doen buiten in de zon. Nou ja, als je dan dus met die wall zit, dan heb je misschien, ja, ik weet niet of het een boom in de buurt is. Maar anders kun je die in ieder geval gewoon die squat hold. Lekker in die positie blijven. Voor die hip thrust. Dat is gewoon een glute bridge. Doe hem hier. Komt liggen. Je pusht goed op. Met die rug recht. En pusht weer op. Dus kun je vandaar lekker zwaarder houden. Dus noods ietsje bij wijze van spreken je tempo wat omhoog. Dat je wat extra herhalingen doet als je het gewoon net te licht vindt anders. Oh. En nog even lekker een slokje. Stay hydrated, hè, zeggen ze. Ja, moet je wel kunnen drinken. Nou, dan gaan we lekker ons derde rondje doen. Nou, weer zitten. Oké, okay, let's go. Dus goed je rug tegen de muur houden. Niet te hoog zitten, enkels mooi onder de knieën. Hou die koorspanning vast. Netjes, 10 seconden onderweg. 14, 15, 11, 20, 10 seconden.
25, 26, 27, 28, 29, 30. Yes. Oké. Nou, kom even rustig op adem. Even wat goede ademteug in. Diep door de neus. Gaan we weer. Schoudercontrole. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laatste. 10. Lekker hoor. Goed bezig allemaal. Nou, ik ga nu even mijn dumbbeltje doen. Als je die motor hebt. Dan ga ik hier cross doen. Let's go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Daar is het bijna op het einde. 8. 9. Laatste. 10. Lekker. Zo. Vonden jullie het allemaal? Ja, inderdaad, lekker boeken pakken, leef gewoon uit. Alles wat je dus voor handen hebt, Colin. Daarmee kan je het lekker zelfs zwaarder maken voor jezelf. Dus in ieder geval, gewoon goed zorgen dat je lekker die rustige tempo's en controle houdt. Als je alles met controle doet, zul je merken dat het goed pittig is inderdaad, vind ik in ieder geval wel, en uitdagend. Vooral denk ik omdat iedereen nu denkt, ja, we hebben toch 3 rondjes gehad, dan zitten ze erop, maar nee, we hebben 4e ronde. Dus let's go, gaan we nu knallen, echt die hartslag omhoog. En op 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wat ik zelf wel merk, naarmate ik meer rondjes doe, is dat ik veel makkelijker dieper kom. Dus ik geef mijn lichaam eigenlijk een signaal om mooi die mobiliteit te werken. Dus ik ben benieuwd of je dat zelf ook merkt. Nou, dan nog even een keertje de hips vast. Ik heb even de bodyband erbij. Let's go. Eén, blijf het niet naar buiten pushen dan. Dus 2. 3. 4. 5. 6. Hey. Ik zie net in één keer dat mijn verbinding weer wegviel. Ja, geen idee wat dat mee te maken had. Is iedereen het laatste rondje ook goed doorgekomen? Ja, I hope so. Ja, ik snap niet inderdaad waarom die net ook wegvalt en er is. Heel vervelend. Sorry daarvoor, ik ben blij dat ik er niet voor ben. Hey, we gaan even een... volgend rondje doen, want ik weet niet hoe het met jullie benen zit, maar die van mij zijn gewoon helemaal kapot. Ik denk dat ik morgen weer spijt van heb, maar goed. Zien we dan wel weer. Goed, zorg dat we weer even lekker eten. Je ziet al, mijn shirt is gewoon zeik net, joh. Nou, we hebben net dus heel veel de benen gedaan. Bilspieren, quadriceps. Dus wat ik nu wil doen is gewoon even het... bovenlijf meenemen. De combinatie die we daarvoor gaan maken is eigenlijk deel borst. Even kijken. Echt een ding. Yes, is er weer hoor. Oké. Nou, wat we gaan doen dus is even een borstoefening. Pak eigenlijk weer die glute bridge van net mee, of de hip thrust. Je hebt hierbij verschillende opties, of je gaat er een floor press van maken, of dus een glute bridge met een bench press, die ik zo meteen even voor ga doen. Ik zie dat heet dat ook mijn beeldscherm wegvalt. Ik laat dat denk ik helaas niet zien, daar heb ik net de tijd niet voor, maar ik deel altijd wel gewoon mijn maaltijden. Zo zeker genoeg delen. Komt helemaal goed. Goed eten is ook belangrijk namelijk. Okay, dus we gaan beginnen met de borstoefening, wat ik al zei. Daarna pakken we even de schouders mee. En even de armen. Dat doen we lekker een rondje. We gaan 3 sets doen. Even telkens. Ja, hij doet het nu weer als het goed is. Ik zag inderdaad instellen. Dus ging toos op automatisch slot. Maar hey, we zijn er weer. Dus we gaan lekker aan de slag. Wat ik al zei, sorry voor alle mankementen. Wat we gaan doen, komen we in de hip thrust, gaan zo'n bankie. Kijk, heb je deze opsteek dus niet die je kan maken? 2 opties. Doe een glute bridge, dat hier, of benen gestrekt, core press. Belangrijk is dat je niet in je rug gaat hangen. Het is wel goed om die bil core extra te triggeren. Dat je hier gaat zakken. Dus ik ga het doen vanuit een hip thrust. Heb je gewoon een bankje waar je het op kan doen, dan kan en mag dat natuurlijk ook. Je wordt 10 per arm. Start altijd met je die dominante arm.
Ik heb een dumbbell, ik kan ook een fles pakken, pak een boek, een tijdschrift. Maak er iets geks van. Let's go. 1. 2. 3. 4. 5. Of 10 stuks. 6. 7. 8. 9. En 10. Yes. De andere kant. Let's go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Top. Nou, wat ik nu wil doen is even een oefening voor de schouders. Kan mijn elastiekje? Als je een link thuis hebt, dat je die pakt, komt hij eigenlijk opstaan. Pink aan de buitenkant, duim erop. Dus wijs naar buiten. En trek vanuit de pinken, elastiek naar je kin toe. En trek je elleboog naar buiten. Dan heb je deze opstelling niet uitgeweken. Heb je bijvoorbeeld wel. Mini bent, dat ook kunnen. Hier start, daarin trekt. Voor je polsen. Heb je twee waterflessen? Get it. Trek die omhoog. Ja. Een kratje. Trek die omhoog. Verzin zo gek niet. Yes? Ik pak gewoon even twee dumbbells. Gaan hier 10 keer doen. 1. 2. Duim wijzen naar beneden. Trek vanuit je pink omhoog. 3. 4. 5. Borstel omhoog. 6. 7. 8, 9, en laatste, 10. Nice! Hij wil voel ik qua verzuring, is echt lang als deze kant. Een stukje naar de pees in die achterkant, maar voornamelijk echt die zijkant. Dus focus goed op dat je uit die pink die elleboog naar buiten trekt daarin. Echt daar dichtbij houden. Nou, dus sluiten we af. Dit rondje met bicep curls. Kan ook wederom weer een elastiek. Maar naar buiten trekt. En trek die omhoog. Goed die elleboog in zij houden. Mooi die curl maken. Dat kan natuurlijk ook weer met dumbbells. En een flesje water. Ja. Wat ik al zei. Ook gewoon een miniband naar buiten trekken. En dat, als je goed naar buiten blijft trekken, kun je ook wel die contractie goed komen. Naar boven je zij. En dan zie je echt al mijn biceps aanspannen. Dus wees gewoon lekker creatief. Ik pak wederom weer de dumbbells. Ik doe 10 stuks. Zijn controle omlaag. Hou de controle vast. Dus 2. Een half draai maak. 3. Duimen wijzen naar voren. En naar buiten. Dat is 4. Dat is 5. 6. Weer de beenopspanning. 7. 8. Dat is 9. En laatste.
10. Nice. Oké. Okay. Iemand die vragen over? Ja, inderdaad, elastiek kruisen is ook een hele goeie. Die kan je dan inderdaad mooi nog meer naar accent krijgen en naar buiten trekken. Zal ik zo meteen ook gelijk even voordoen. Hele goede aanvulling. Ja, zo strak elastiek is heavy inderdaad. Hè? Denk je even zo'n klein lullig dingetje. Ik hoor iemand zeggen zwaar aan de nek. Danielle, waar voel je hem dan in de nek? Bij welke oefening? Mariette, ik zie je alleen vragen over die eerste. Waarvoor? Waarvoor die... Waar je die zou moeten voelen is eigenlijk de borstspier. Borst, maar ook je tricep. Werk mee. Ik zal zo meteen gewoon even een variant voor doen, licht op de grond. Dan kan je die anders even proberen. Als je dus bij die eerste verkeerd gaat, dan kan je dat zo doen. Wat je ook nog zou kunnen doen, Colin, als je dat met de miniband niet voelt, als je met één hand vasthoudt en je spreekt hier, pak deze vast. Als je vandaar doet, gaan we omwisselen. Eerst de ene, dan de ander. En geloof mij, als je goed naar buiten trekt, dan voel je de wissel wel hoor. Dus kan je zo meteen even doen als variant. Kijk. Ja, eventueel als ja, dan inderdaad gewoon van de grond doen. Ga gewoon ook even die variant oppakken. Ga, let's go. Mijn dumbbell. Dan lekker op de grond liggen. Eerst als je niet dominante armen hebt, altijd meer starten. Knijp in de mond. Rustig toucheren op de grond en op. Dus laat niet vallen zoals ik nu doe. Controle, controle, controle. Knijp in de dumbbell. Toucheer. Boom. Controle, 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 controle. Boom. Dus 3. Dus 4. Dus 5. 6. 7. 8, 9, laatste voor de tricep op banden, 10, nice. Naar de andere kant, arm leg je op je buik, knijp, 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 en push-up. Goed knijpen, echt knijpen vanuit de pinker ringvinger voornamelijk, boom, dus meer spanning terug. Boom, dat is al 3. Je houdt je billen en benen. Spanning, vooral die billen, dat je niet in je rug gaat hangen. 5. 6. Blijf je knokkels naar het plafond. 7. 8. Ik weet niet hoeveel ruzie je hebt gehad thuis, maar denk anders alsof je gewoon iemand wil slaan. Blijf je zeggen, boom! Stoot naar voren. Bam! Dat is 10. Nice. Nou, ik ga nu dus even die schouders voordoen met elastiek. Net als een hele mooie tip, als je hem nou kruist, dus dat ga ik ook even voordoen, staat hij mooi op. En kruis je dus, wil je nog meer accent krijgen van naar buiten trekken. Dus gaan we mooi doen, borst omhoog. 1. 2. Steek hem met een elastiekje kinderen aan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat is ook lekker variant dus. Voor je meeste branden. En als laatste met je biceps. Kan je dat dus ook doen. En als ik heb, zou je ze ook kunnen kruisen. Nog wat meer het accent krijgen met naar buiten trekken.
1, 2, 3, 4, 5. Dus maar eens om, voel zelf het verschil. 9, laatste, 10, lekker weer hoor. Nou, het mooiste verschil dat ik dus altijd al zelf merk, met dit soort oefeningen, ze hebben net de benen gedaan, nu doe je het bovenlijf in kleinere spiergroepjes. Voelt wel dat je hartslag om moet werken, maar het is lang niet zo vermoeiend als echt die beenspieren. Er komt dus grotere spieren, vergen meer van je bloedsomloop. Moet harder werken, hartslag gaat harder omhoog. Daardoor dat vaak beenoefeningen met name zo zwaar voelen in de gym. Dat je denkt, man, die leg day, man, ik ben helemaal kapot. Maar als ik bovenlijf heb, oh, pomp ik er zo doorheen en denk, oh, ik ben eigenlijk alweer klaar. Dat merk ik zelf in ieder geval altijd. Ik hoor ook veel mensen, oh, lekker het bovenlijf trainen. Maar echt stuk gaan, dat doe je vaak met de beenoefeningen. En daarom dat wij ook voornamelijk lekker die combinatie hebben van full body workouts. Gewoon lekker dat hele lijf aanpakken en triggeren. Vaker stimulans en daarmee dus ook gewoon een beter trainingseffect. Nou, we gaan even snel het laatste rondje, hè, want ik zie dat de tijd er ook bijna op zit. Dus let's go! Yes. Nice. Ja, zijn we lekker bezig? Yes. Nice mensen. Vonden jullie de workout? Een beetje lekker van genoten, een beetje hartslag omhoog, lekker gezweet. Ik hoop van wel in ieder geval. Dat is wel de hele bedoeling erachter namelijk. Ja, helaas zit de tijd er ook alweer op. Dus het is hard gegaan. Ik hoop dat iedereen in dat opzicht het heel erg leuk heeft gehad. Als je nog even wat vragen hebt,
Stel ze nu nog, kan ik nog even een paar minuutjes even wat antwoorden geven. Ik kan niet meer tikken, super armen. Ja, daar heb ik ook last van. Maar graag gedaan in ieder geval allemaal. Ik hoop dat jullie er ontzettend van hebben genoten. Ik hoor weer dat de verbinding weer wegvalt. Ik vind het een raar verhaal. Graag gedaan in ieder geval. Ja, ik wens jullie sowieso allemaal veel succes. En ja, eveneens ook sterkte. Weet je, we moeten er gewoon allemaal het beste van maken. Het is wat het is. Zorg gewoon, blijf goed op jezelf focussen. Neem ook voornamelijk je rust. Als er nog iets is wat ik kan doen, dan hoor ik het graag. Fijn dat iedereen het goed heeft gehad. Nou, wie weet zeker tot de volgende keer. Morgen wel veel succes. En een hele fijne dag allemaal. Bedankt weer. Yes.